zitten hier vandaag op de openluchtweide om te spotten naar werkverzuimers. Werkverzuimer 1. Even reacties sprokkelen bij Bartix. Goedemorgen Bart. Morgen. Heb je er zin in vandaag? Ja. Minder wel? Ik heb toch goed geslapen hoor. Heb je goed geslapen? Waar heb je geslapen Bartix? Dat mag ik niet zeggen, anders ben je dat plaatsje kwijt gekomen. Maar... Heel goed. Pas op, we staan een tent, hè, Van Broek. We staan een tent, hè. Dat gaat niet omver in. Ik ga even nog verder reacties sprokkelen. Goedemorgen, ECA-leiders. Hebben jullie er zin in vandaag? Wij hebben er zin in. Niet dan nog? Nee. Je moet eerlijk zijn, hè? Dat is wel. Dus je bron, hè? Dat is dan de filmcamera. Ja, dat is het. Ah ja, dat is het hem juist, hè? Dat is het hem juist, hè? De mensen weten dat niet, maar ik heb vannacht ook al wat gefilmd. Het is nu exact 9 uur en meneer Kleine van Doren komt nu pas uit zijn bed. Hè. Nu pas uit zijn bed komt hij. Doren, die met zijn krulletjes, hè. Die komt nog maar pas uit zijn bed. Hè. Het is nu 9 uur, hè. Maar staat op camera. Staat op camera. Kleine van Doren, 9 uur uit zijn bed. Hè. Vandaag beginnen. We gaan de planche leggen. Actie, actie, actie. Dat is voor een aftermove, hè? Heel belangrijk. Of dan klopt dat weer allemaal kapot. Het tegen, hè. Zit jij plancheerman met ook? Ik moet van de kop worden en ik moet... Zit jij plancheerman? Dat is maar niet gedaan, hè. Nee. Ja, en je wil al het vraag hebben al een rij, hè. Dat moet hier gewoon vol liggen. Moeilijk is het niet, hè? Het is gewoon vol. Laat dat maar dan. Kijk. Kijk goed. Samenheden vorderen. Komt het goed, jongens? Daar. Het is voor de aftermovie. Ja, het zijn. Met een remorque en al, jong. De stelling voor de uitgang. Van de Niels Domt. Allee, de papa. Eerst zeggen, er zit daar zo'n glansloos knop. Het is in orde, zijn. Aftermovie, jong. En je ziet, de vuif staat al grootdeels op. Maar je weet, om 4 uur en het grootste deel is gedaan, dan begint iedereen stil te vallen. Ziet u maar, Rien van Driessen, vaste aanwezige in onze rubriek. Maar die mag even uitrusten, want die gaat toch weer al de problemen van de Gunter moeten oplossen vanavond. Dus die heeft een dubbele shift. Sarn en Charlie die snel doen, alsof ze toch iets aan het doen zijn. De dames nog eens aan het werk. Ik hoor dat er gans dat spel aan ze doen. Ja, we moeten met iets bezig gaan, hè. Ja, ik ben mee. We gaan er echt mooi doen. Ja. Dat is maar dan niet naar beneden trekken. Maar dat maakt niet uit, hè.
meisjes. We tellen even 1, 2, 3, 4 aan het kijken, 1 aan het werken. Nee, niet aan het werken, hè, aan het kapot. Aan het vasthouden. 1 aan het vasthouden. 1 aan het. Maar wij, ik en Rien, zijn tenminste de kwaliteit van de toegang aan het testen. Heel belangrijk, hier komt heel veel volk en als die toog loskomt voor de veiligheid. Of als die vuilbakken loskomt. Je moet spanbandjes hier van onder hangen. Ja, spanbandjes hier van onder, voilà. Daar, daar moet je dan. Voilà. Productiviteit bij de jongens, productiviteit bij de jongens, voilà, hup, je zit erin bezig, hè. Dus niet zomaar aan het toog hangen, hè. Zeg je meisje, vroeg aan het als werkverzuim controleer, serieus, daarom kruip ik zelfs op hoogtes. Om daar aan te treffen, Frank en Sanne Corvelijn. Wat had je gedacht, weer al niets aan het doen uiteraard? Ik ben volledig aan het delegeren om te zien dat iedereen zijn taak goed doet. Sarne is zo goed aan het delegeren dat hij zelfs niet weet waar hij de drankjetonnetjes kokers kan vinden. Frank is allerlei titels aan het uitvinden die hij ooit in een of ander fancy boekje heeft gelezen. Om toch maar niet te willen toegeven dat hij eigenlijk gewoon echt een dikke hond is. Hij heeft dus heel de morgen met een kabinetje liggen rondrijden. Chillste job. Ja, chillste job dat er is. Pas op, ja, je werkt bij de klazer met die kabinet. Allee, hij krijgt die privilege. Inderdaad. Komt hij eens middags toe, wat doet hij? Voilà. Vroeger deed hij zijn best omdat hij toen nog moest opvallen en stoer zijn voor Nele. Later moest hij hetzelfde doen voor Colette. Maar nu heeft hij blijkbaar echt geen motivatie gevonden. Zelfs als zijn eigen mami en papi komen controleren. Si tu n'existes